Yo, kijk me hier tegenaan. Een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En we gaan vandaag weer verder met het pretpark. We gaan ons in ieder geval pretparkbeoordeling iets omhoog krikken. En hopelijk met meer lek dan de vorige keer. Of wat ik nu trouwens heb. Dit spel. Ik weet niet wat het is, maar... Waarom sta jij in een prullenbak? Oké, lamlendige lamlul. Parkbeoordeling. Ik heb die schaal, maar wat? Nee, die parkbeoordeling nog. Hoe ben ik dan omhoog? De paarden zijn verschrikkelijk smerig. Maar... Nieuwe patrouille. En zo. Hop, 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 hop. Hop. Dan moet ik met iets stijgen. 700 zoveel. Wat? Maar 700? 798. Nog een nieuwe patrouille toevoegen. Ook gewoon nog verder uitbreiden. Ik heb weer wat gehaald. Een nieuwe patrouille erbij. Wat voor games aan het leggen? Hey! Natuurkunde plus 8 banen is super. Hi volgers, mijn experiment brengt mij naar het magnaatleerling. Waar ik een draaiende achtbaan ga proberen. In de naam van de wetenschap natuurlijk. Oké. Oké, dan gaan we even regelen, een achtbaantje. Toch 9000 euro. Maar even wat meer schoonmakers inhuren. Zo. Die parkbeoordeling moet omhoog. Oké, achtbanen. Gaat in één draaiende achtbaan. Maar wat is een draaiende achtbaan in dit geval? Een looping, kurkentrekker. Ga zo maar door. Wat moet ik daarbij voor gaan stellen? Dat weet ik dus niet. Ik wil even een stukje omhoog. Tot en met 40 meter. Vind ik hoog genoeg. Jullie niet? Dan vind ik de ketting op. Of komt hier geen ketting bij? Remsysteem, booster. Kunnen we ook gebruiken hier. Van boezie op donderen. Ga je wel harder de bult op. Gooi vrij normaal. Gewoon lekker naar beneden. Nee, dat gaan we gewoon niet doen. Wat we hier gaan doen is gewoon iets speciaals. Dan nemen we... Ik wil een grote looping. Misschien net iets te overdreven. Ja, en dan gaan we vanaf hier een heel groot stuk naar beneden. Gewoon bijna die vrije val-effect. Dan gaan we vanaf hier, gaan we de andere kant weer op. Dan ben je dus een achtbaan over zo. Een stukje. Alleen moet deze eventjes iets rechter worden. Even over zo. En dan hier naartoe. Dit vind ik nog eens een achtbaan. Jullie niet, jongens? Dus zo komt en later hebben we alleen verder gaan als er geen andere waantje op de volgende baan wil zijn. Oké. Goed genoeg. We gaan het testen. Test. Gaat u wel meekijken. Dit gaat hij never nooit niet halen. Gezakt. Hoestkracht keer 10. Wat wil ik niet denken, jongen. Testing. Kijk, nou krijg je snelheid. Ah, net niet. Ah, Jezus Christus. Zie je, dit moet dan weer op 52 meter. Test. Meekijken. Daar gaan we dan. Dit nou wel halen. Ja. Woehoe. Gewoon een hele grappig. Maar hij houdt. De remmen doet op zich wel heel goed. Maar het is een beetje erg overdreven wat ik zou. Achter zijn stuk door met hier. Lekker zonder remmen van mij. En dit stuk dus ook. Voor mij zijn een beetje geglitst. Dat kan aan mij liggen. Ja, hier mag een remsysteem. Oké, Joost, de achtbaan is heen geglitst. Ja, dit kan wel heel vaag gaan worden nu. Test. Dat wordt ook heel vaag uit. Oh, er zijn twee strijden. Oh nee, daar snap ik het. Nou, dat ziet niet heel veel uit, wat ik ook eerst deed. Downwards to Mars. En waar is het andere nu? Nog heel mooi daar. Haalt hij dit? Makkelijk. Is hij nou geslaagd? Ja of nee? Ik weet het niet. Maar hij slaagt volgens mij wel vrij goed. Dus... hier hebben we dus deze gang van zaken. Hier verder met deze gang van zaken. Zo. Voor mij mag die open. De parkbeoordeling gaat ook verder omhoog. Door de schoonmakers. Even kijken. De reuzenrad duurt erg te lang. Oké. Waar nog meer? Ik moet naar de wc. Er vinden veel mensen, dus kunnen de wc's dus niet vinden. Waarom ben je uit zo'n boos? Het is leuk dat ik weer boos ben. Iemand maat. Ik heb best wel honger. Ik ga dan wat eten. En mensen willen de wc niet vinden. Het toiletgebouwtje. Een heel toiletgebouwtje neer. Waarom kan ik hier nog geen paard op aansluiten? I don't get it. Oké, de wc's worden dan gewoon gratis. Vanaf nu. Zijn de mensen hiervan? Zijn die heftig genoeg? Auto's op het zeiken. Resterende tijd, 118 dagen. Wordt dus een ziek harde achtbaan gebouwd. Daar komen ze niet eens. Wanneer gaat deze van starten? En we zien hoe hard hij nou echt gaat. Er is helemaal niet vol. Kom op, schiet eens op. Sneller, sneller, sneller. Hij wacht gewoon dat hij helemaal vol is ofzo. Oké, daar gaat hij. Hij wordt echt gewoon omhoog gelanceerd eigenlijk een beetje. Dan gaat hij best wel vrij langzaam. Best wel lang een stukje op de kop en dan zo rechtstreeks naar beneden. En kom je hier echt gewoon niet remmen. Hoor je ook gewoon echt. Maar die gaat eigenlijk vrij langzaam. Oké, vrij consistent. En dit lekt hem ook gewoon verder. Precies als het uit wordt gaan. Keiharde lag. Dit was een parkbeoordeling. Stijgt hij al? Nee. Ik moet naar de wc, maar ik heb wel wc's bijgeplaatst. Wc. Jullie hebben nog een beetje honger, zegt jullie tussendoor. En dat kan geregeld worden. Met een zoete kouwe. Hoppa, open. Waarom is de blijheid zo laag? Met 1 puntje gedaald. Ik heb honger, daar ben ik niet mee bezig. Paarden zijn verschrikkelijk smerig. Waar? Zeg het. Hier valt het best wel mee. Ik vind het al vrij schoon. Wat zijn die paarden smerig dan? Zeg het. Ik ben niet waar ze altijd op te zeuren met paarden en smeren. Mensen hebben honger. Wat denken ze hierover? Te goedkoop. Oh, dat is het. Die honger dat wel wat. Energie stijgt. Kijk, mensen worden al heel lang nog steeds blijer. 22. In principe, in de volgende episode gaan we dus proberen om het parkmeteen nog hoger te krijgen. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!